In het Belgische Mol, dames en heren. De Belgische top heeft de maalvraag aan de vlucht gereden in de volkwagen wedstrijd genomen. We hebben daar een kapje tegen de overwinning. Bij de aanleiding is. En we zijn benieuwd hoe dat allemaal kan aflopen. We hebben natuurlijk straks niet het geval laten we zijn bij de Ceremonie Protocolair. Hij is de vraag. En die klinkt hartstikke zacht. Die hadden een pot van een grote vis in Utrecht, geloof ik. Erik Dekker. Dames en heren, we brengen andermaal de handen op elkaar voor de nummer 2 in dit kampioenschap uit Tukkerland, Maarten Nijland. En we blijven natuurlijk klappen voor de man die brons zo dadelijk in ontvangst gaat nemen, uit Helmond, Edwin Raats. Kampioenstrui, dames en heren, wordt uitgereikt namens het hoofdbestuur van de Koninklijk Nederlandse Wielrenunie, de heer Simon Meijn. Dames en heren, die kampioenstrui rood, wit en blauw, die gaat natuurlijk over de wereldtrui, over de Europese trui en het goud en de felicitaties. Gaan we naar de nummer 2 in dit kampioenschap met de medaille. En dat is natuurlijk, dames en heren, Maarten Nijland. En het brons wordt aangedragen door onze rondemeester Oene Jan richting Simon Meijn. En het gaat uiteraard naar Edwin Raats. Voorzitter Albert Herbrief heeft namens Wijnhuis Magiel een Fries flesje met kruidenbitter voor de kampioen, zeg maar rustig, Berenburg. Dan hebben we onze rondemis van der Lijn, wereldmode, Talita, mijn echte Frieske tutten, van de kampioen. Oene, felicitaties voor de nummer 2 en een boeket van Flowers bij Leentje voor de nummer 3. Dames en heren, daar staan de nummers 1, 2 en 3, Erik Dekker, Maarten Nijland en Edwin Raat. Is er een Dekselse tukker, Maarten Nijland, die er een ram aan geeft? En toen? Ja, ik had wel met dat scenario mee rekening gehouden dat het hier een ABC'tje zou worden. Dus kijk, je hoopt de eerste 130 seconden weg te rijden en langzaam naar een minuut te rijden, maar dat is bijna nooit zo. Dus ja, Maarten was daarvoor ook mijn directe tegenstander schat even in. Ja, maar. Een paar seconden lachen, ja. Die kwam niet bij mij. Toen had ik een overslaande fiets, want ik had te laat gewisseld. Dus de pakte even een paar seconden. Toen kwam ik terug. Het maakte niet zelf een foutje. Dat is een beetje het verhaal van op dit parcours. Het is allemaal niet heel technisch, maar de sporen worden wel heel diep. En de lint en de touwen zijn soms dichtbij. Ja, er zit een gaatje of een foutje in een klein hoekje. Ja, en wat kan het verschil zijn tussen deze rode blauwe trui en alleen een medaille? Ik denk dat dat vandaag het verhaal is. Goed, in mijn beleving is het voor jou dit seizoen gewoon koersen met passie, want je gaat als een speer. Ja, ik krijg dit spelletje steeds beter onder de knie, dus mijn techniek wordt wel iets beter. Ja, fysiek ben ik wel bij de betere. Nou, als je dat een beetje aan elkaar kan koppelen. Je hebt nu en dan parcoursen waar een trui te verdienen is en waar fysiek heel erg de overhand heeft, zoals vandaag. Ja, dan kan ik serieus voor de prijs meedoen. En nou is het genieten met een Friesk slotje. Ja, want morgen begint mountainbikeseizoen. Alsjeblieft. Gedreven sport, dames en heren. Applaus, kampioen Erik Dekker. APPLAUS